You're listening to the Fuckcast. Fuckcast. Uh, <laughs> het is vandaag zondag 22 oktober en ik zit hier in de kelder van de Joker tegenover Wouter Bonde. Hoera! Wouter Bonde, die uh, uh, niet uh, vies is van een podcastje af en toe. Uh, nee, ik, ik maak wel eens een podcastje. Ja, ja dus voor de, voor de luisteraars. de Waterman is een uh, <laughs> Nederlandse stand-up comedian. Cabaretier, zeggen ze zelf vaak. En is de bezieler en maker. En uh, al uh, een tijdje de man achter al, de bijna podcast. bijna vier jaar. Vier jaar. Ja, ik ben op 1 januari 2020 begonnen. Hé, hey, dat was Want ik voorzien. Dacht, volgens mij krijg ik binnenkort heel, heel veel vrije heel, tijd. Over drie maanden. Als ik daar nu start, <laughs> heb ik over drie maanden echt een podcast waar ik iets mee kan doen. Uh, de Elektra podcast ja. is de, de podcast van Wouter Bonden, uh, waar mensen. Ik heb er ook al in gezeten over, over gekke shows in de Joker. Waarover mensen over slechte optredens praten. Ja, precies. Herinneringen ophalen aan shows die ze liever waren vergeten. Alle, ja. alle kutshows, alle rampen overal, die komen voorbij. In, het, in een notendop is dat een podcast waarin iedereen zegt, bedrijfshows zijn kut. Ja, <strategie> <les habe> dat is exact wat het is. We <Shout out> eh, eh, genoemd naar een, een plek waar het slechte shows waren. Je hebt er daar ook ooit live in opgenomen. Die ja, die ja, Jongerencentrum Elektra in Sliedrecht en ik heb daar ooit met uh, Nederlandse comedian Jacques uh, uh, Bral Ah, opgenomen, ja. Want die had daar vroeger ook vaak uh, gespeeld. Oh ja, dus die had er ervaringen bij. Ja, en, en het was een waanzinnige plek. Want iedereen, zeker in de jaren negentig... programmeerde die heel veel cabaret en comedy. Want toen kregen jeugdhuizen nog subsidie in Nederland. Ja, ja, ja. En ieder, alles en iedereen heeft daar gestaan in die periode. Die hadden ook try-outs van het cabarettenfestival en zo. Dus, uh, maar onder andere Pieter Derks... die nu gewoon echt grote zalen overal speelt... die vertelde, die had daar ooit de try-out voor ze... Um, allereerste avond de voorstelling... Ja. En die kon gewoon door de rook die er hing zijn technicus niet zien. En dit is een zaaltje van hooguit 20 meter. En ja. daar hing helemaal vol. En ik heb er ooit gespeeld met een aantal mensen. We weten dat er een kale uh, hardcore gast op een gegeven moment het podium op is gekomen. en met een van ons ruzie heeft gezocht. Alleen we weten allemaal niet meer exact met wie. Met wie. <laughs> het, 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 de anekdote is er, maar iedereen zegt dat met hem ja, 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 ja. ja. Dus dat de, maar dat, dat was de plek, dus toen, toen moest ik een naam hebben. Maar dat voor was een legendarisch slechte een, een plek waar iedereen wel een verhaal had. Ja, dat ook. En, en iedereen is er geweest. En ik koos hem vooral omdat toen ik begon, da, uh, hadden ze vooral nog open mic's. Want toen hadden ja. ze minder budget voor echte shows. Ja, ja. En dan was het als je daarheen ging, dat mensen zeiden: Oh, je moet naar Elektra volgen. Sterkte. Goh. Succes. <laughs> Zo'n plek. En, dat ik, en ik weet nog dat ik toen dacht: Ja, maar hoe erg kan het nou zijn? Dat, ik zal het wel zien. En toen kwam ik er en toen gebeurde dus dit: dat je staat te spelen en dat er een kale gast gewoon. Het podium opkomt en ruzie begint te zoeken, die eraf moet worden gehaald door zijn vrienden. Oh my god. Dat je denkt: oké, okay. en het stond inderdaad ook echt vol met. Ze hadden toen wel een rookruimte, dat wel. Al. Maar. Uh, nee, nee ik... geest. Ja, dat zal de mijne zijn. Ja. Ik de mijne op, ja. Toen dacht ik al: er is inderdaad iets mis met deze ruimte. Dus toen moest ik een naam hebben voor de podcast. Dacht ik: Dit is een fantastische naam. Tot ik later bedacht: er luisteren nu heel veel teleurgestelde elektriciens die denken: wanneer begint hij nou een keer over ja. gele en, en blauwe ja. en aarde en zo. Voilà, dames en heren, uh, uh, excuses voor deze uh, uh, onprofessionele daad van Wouter Wolle, die gewoon mijn podcast ja, probeert te saboteren. Maar, maar, maar Fokke, het, 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 heeft een, het, het moest zo zijn dat mijn telefoon uh, afging. Want ik zie dat ik een berichtje had van Ruud Milders, een hele leuke Nederlandse comedian. Ja? Die vraagt: Zou jij Fokke van de Joker omschrijven als iemand die vlot reageert? Um, <laughs> uh, als je de knappe vrouw bent, wel. Hij, hij heeft lang blond haar. Nee, maar ja, hij, hij identificeert zich niet als vrouw. <tiedad> nee, dat is waar. <tiedad> heb ik mooie... Uh, heb, mooi, uh, <tiedad> heb je heel mooie meegewerking. Mooi, mooi uh, heeft hij uh, nee. mij... Oh, die zal mij gecontacteerd hebben. Die zou jou gemaild hebben. Dat gebeurt even. nogal dat mensen mij proberen te contacteren. En dat is, dat is niet uit negativiteit of uit dat ik het niet wil, maar gewoon omdat ik de. Je ik, doet ook heel veel tegenwoordig. Ik daar doe nogal nog veel, ja. Ik doe nogal veel. Dus de, de Joker doe ik ook, maar het is, oh, het is niet alleen. Ik doe van alles. Ja, precies. En dan moet, dan, ja, zoals dat hoort, doe je alles een beetje. Dat is, <laughs> Zo hoort dat. Dat is mijn hele carrière, zowel qua comedy als alles daarvoor in <laughs> de notendop. Hé, <laughs> hey, want die podcast, dat, ik kan daarover meespreken, daar krijg wel wat tijd in. Uh, ja. En dat heeft wel uh, luisteraars ook, geloof ik, hè? Ja, ja, hij wordt behoorlijk goed beluisterd. Daar mag ik absoluut niet over klagen. Alleen, het, het kost inderdaad een shitload aan tijd. Want ik ja. denk dat ik uh, er één tot anderhalve dag per week ben ik er wel aan ja. kwijt. En dan heb ik nu iemand, want ik doe er ook altijd uh, video bij met meerdere camera's. Daar heb ik nu iemand voor die dat voor mij edit. Ja. Dat is heel fijn. Bij mij is dat dat. D dat is dat. die camera, ja. Camera. En, en ik heb er dan drie en dat moet weer gesynchroniseerd en geknipt ja. en weet ik wat ja, allemaal. Ja. En daar heb ik ook onderschat toen ik ermee begon. Want ik, had, ik ben eind 2019 begonnen. Toen dus dacht ik, oh, dat is leuk. En dan was ik al uh, afleveringen op, gaan opnemen. Proefopnames. En ja. ja. En ook dat ik al voorraad had. Maar toen had ik zoveel voorraad dat ik dacht, kak. Als ik straks nu het volgende gesprek wat ik opneem, kan ik pas in juni uitbrengen. Want ik ja, was van ja. plan om om de week te doen. Ik dacht, nou, dan doe ik het elke week. Ja. En in corona heb ik dus niet gemerkt hoeveel werk dat was. Want ik had verder niks te doen. Nee. Dus dat was prima. Ja, 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 ja. Maar nu... Het, en, en ik doe het met heel veel plezier. En ik vind het echt heel tof om te doen. Maar er zit zoveel tijd in. En maar ja, het elke heeft natuurlijk ook veel, veel luisteraars. Dus publiek... Uh, het, heeft, het genereert wel iets, toch? Het, het heeft mij absoluut veel gebracht. Want ik ben de afgelopen jaren veranderd van impresariaat. Uh, daar speelt absoluut mee dat je een bepaalde uitstraling hebt en het is ja. niet dat ik zo extreem bekend ben of zo, helemaal niet. Nee. Maar het helpt wel mee en allerlei theaters die me kennen. Ja. En, en, dus ja, ik heb nu een hele mooie tour staan voor komend seizoen. Ja. Ik durf rustig te zeggen, die had ik niet gehad zonder de podcast. Podcast. <laughs> moet, moet no moeten we nog? Uh... Nee, ja, we zullen. wacht ja, mag... nee, je hebt het net. Dat is ook goed. Samen, <laughs> klap, klap en dan nog niet mee

Uh, dit wordt de slechtste. <laughs> want nu moet ik keihard monteren. En ik kan ook helemaal opnieuw beginnen. Nee, uh, ik vind het leuk hoe jij dan de ervaring krijgt die ik elke week heb. van er heel veel tijd in moeten steken. om gewoon iets online te kunnen jij, zitten. Jij bent mij aan het saboteren, Wouter Normaal gezien zet ik gewoon iets. aan het begin en aan het einde achter. luister ik ook helemaal niet naar wat er gezegd wordt. <laughs> maar, en dan zet, en gooi ik het gewoon online. En nu moet ik dus effectief daadwerkelijke dingen. Maar heb je. daar ben ik wel benieuwd. Ik heb daar ook wel eens als ik druk ben. dat ik niet een aflevering helemaal terug kan luisteren. Ik luister helemaal, helemaal niet ik, terug, maar. Maar heb je nooit. dat je een aflevering Richting, hmm, wat is er in deze aflevering allemaal voorbij? Had ik hier Honderd, dingen ik, wellicht je, uit moeten halen? Nee, ik knip eigenlijk nooit. En als mensen zeggen dat ze iets willen uitknippen, haal ik de hele aflevering. Maar dan, doe ik, dan zet ik het gewoon helemaal niet online. Ja. Dus dat is dat is ofwel zet ik hem online, <laughs> ofwel zet ik hem niet online. Dus dat is als dan iemand tegen mij zegt: Ja, dat ene stukje over mijn overleden grootmoeder. Oké, okay, geen podcast. <laughs> Ook goed. Dan gaat het er gewoon helemaal. Ja, ja, ja. Uit. Um, uh, dus, dat is gewoon al te veel werk uh, maar wat ik inderdaad wel, ja je wil toch een soort beschrijving, wat er mm. gezegd is in die podcast, je wil een titel hè, dus de titel moet daar iets of als ik heel lui ben zoals nu met jou, jou hoe heet jouw nieuwe voorstelling? Stormbrein Voilà. dus de Wouter Monden is een stormbrein, dat vind ik al een makkelijke titel. Helemaal eh, prima. Ja, precies. Dus dat hebben dat is voor jou ook. Voor, voor de Google zoekresultaten. Ja, voilà. Hoe meer dus, typ dat? Dus als, ik, als het gaat over een uh, avondvulde voorstelling, dan gebruik ik vaak die titel, hoef ik het ook niet na te luisteren. Maar dan wil je toch zeggen. het gaat. Dus dan zet ik meestal in de, de beschrijving. Als ik het echt niet weet. Het gaat over comedy, over zijn nieuwe zaal dat. En over en dan luister ik gewoon even drie minuten ergens in het midden. <laughs> zo van, en toen kakt hij in mijn broek. En dat die een zijn kakt. Zo doe ik dat, Mouten. Ja, dit klinkt heel goed. Ik hou nog altijd niet van mijn eigen stem. Is dat bij jou wel? Ik hou er niet van. Ik vind het nog steeds ongemakkelijk om, om terug te luisteren. Ja. Alleen het voordeel bij mij is. Ik, uh, ik probeer zelf eigenlijk zo min mogelijk aan het woord te zijn. En ik heb wel, ja. als ik weet dat ik zelf verhalen heb verteld, die knip ik er vaak uit. Ah, ja. Omdat ik wil voorkomen dat als mensen langer luisteren, dat ze. Als ik over iets begin te vertellen, dat ze, oh Jezus, gaat hij dit verhaal weer voor de 16e ja, keer vertellen? Dat, daar weet ik, ben ik zeker van, dat bij mij luisteren ze van, oh je gaat hier weer over dat. Over de, oh ja. Ik heb zo ook zo'n paar van die stokpaartjes over stand-up comedy, wat ik vind. Ik vind nogal veel dingen. Ja, en, ja, ja. dat komt wel eens voor. Nooit gemerkt. En, en dan inderdaad, dat je dan zo, oh, hier, dan komt hij weer af van met zijn. Ja, ja, ja. Nou, ik ja. vind dat stand-up comedy dit moet zijn. Man, 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 man. Dan ben ik een van de Seinfeld van de Helemaal Niks. Ben ik, <laughs> ben ik dan? Uh, dus nee, ik knip dat er niet uit. Daar heb ik echt, dat, dat, dat. Maar ik, het enige nadeel, als ik. Dus het, ik doe ook voor beeld, jij doet ook beeld. Ja. Uh, en als ik via Zoom, want ik doe mijn filmdingen vaak via Zoom, mm. Omdat mensen thuis zitten. En, uh, en, maar dan, wil ik, dan vind ik het leuk om die uh, foto's of de filmposters, iets met die, die filmposters te doen. Maar dan moet ik het hele fucking ding luisteren. Ja. Hè, om elk jaar als iemand dan zegt: uh, Nou ja, toen in uh, Basic Instinct. En dan wil ik een foto van Basic Instinct erin. Maar dan, ja, dan moet je, dat, als het dan, en dat doe ik vaak bij Alex, en die is nogal lang van, van stof. Dus dat is het anderhalf uur. En dan ben ik gewoon drie, vier uur bezig om. om, om oh, man. En als ja. Alex dan. In, dus als, als die, want die weet ook heel veel van film, net als ik. Dus dan zegt hij ook. En als die film, die film en die film. En dan denk ik van. <lacht> <God>. <lacht> Die acteur. Op een gegeven moment waren het, nu over WhatsApp. Daar ben Ja, dat die acteur. Die zit daarin. En dan denk ik. Oh, ja, maar, de, maar fuck dat, dat fuck is exact de reden dat ik dat niet doe. En ik heb ook wel mensen nee. gehad die zeiden. oh maar kan je dan niet, als je iemand te gast hebt. daar een stukje comedy of zo van in doen. Dat we weten hmm. wat die of die doet. Nee, want dan moet ik alweer. of dat zelf op gaan zoeken. of dat bij diegene opvragen. En ja. ff, nee. Zoek nee. het zelf maar op. Je weet hoe op natuurlijk werkt. Het voordeel hier is wel dat ik dan. als ik nu met jou bijvoorbeeld. En we zitten hier nu samen. En ik kan boven uh, een stukje opnemen van. Ik, dat is met datzelfde ding. Ja. Dus dat is redelijk goed voor kwaliteit. Dat zou ik. Er de tussen, audio. Ja, de audio. Ja, okay. Audio wel, video, <laughs> video niet. Nee, nee, oh, video ik bedoelde vooral het materiaal. Ja, ik had het vooral over de audio. <laughs> materiaal, laten we, laten we voor wat het is. <laughs> Maar goed, tot zover. Ik kijk je de keuken van de podcast. Precies. Uh, Wouter Bonden is uh, aan het tryhard voor een nieuwe voorstelling. Die, waar hij die net over opschepte dat hij heel mooi verkocht <laughs> is <het> geweest. <laughs> nee, maar dat, dat, het is wel zo dat door de podcast jouw bekendheid is gegroeid. en daarom weer je nu een mooie tour hebt. Ja, zonder meer. Daar maak ik me geen illusies over dat het anders. Nou, ja, ja, dat over is gegaan. toch gaaf? Ja, dat is fantastisch. Ik bedoel, uh, ik, ik had hier uh, een paar maanden terug uh, Tim Hartog. En die heeft door zijn TikTok gedoe. Ja. Heeft hij volle lu oude Luxors? Twee keer oude Luxor. Ja. 900 man per keer. En, en die doet nu doet die ook een, een oudejaars tour. Specifiek over de regio Rotterdam, zeg maar. Dus hij ja. kan hij overal in Zuid-Holland Zuid doen. Ja. Maar die heeft daar ook een heleboel tijd in gestoken. Ja. En heel consequent blijven posten. Alles nou ja, dat in dezelfde stijl. Het is toch een beetje bedoel ja. nou, Jouw vorm is dan die podcast. Zijn vorm is, is, is korte snippets ja, yeah. op TikTok. Maar in principe is dat wel door een extern medium. Je bent niet meer zo afhankelijk van tv. Als, als, nee, 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 nee. Als, of, een, of een wedstrijd winnen als vroeger. Er nee, da zijn andere op, daar ben, opties. Daar ben ik heel blij mee. Want uh, ben, ik en, en Tim in zekere zin. Ook Tim heeft volgens mij ook nog wel finale kameretten gehaald. Ja, dat dus dan heb je een hele finalistentoer. Maar het is wel, weet je, al, de alle geijkte wegen die je vroeger had, zijn natuurlijk ook redelijk beperkt. Want ja. als je er niet tussen komt, ik deed bijvoorbeeld mee veel te vroeg in mijn carrière aan Leids Cabaret Festival. Het ja. was ik echt net twee, twee, drie jaar bezig. De finale dat jaar waren Kiki Schippers, De Partizanen en Jan Beuving. Ja. Die hebben allemaal de grootste cabaretprijzen daarna... binnengesleept. Ja. Wat, dacht, wat dacht ik... daar ja, te ja, doen? Ja, ja. Maar dat betekent wel... ik ga niet nog een keer aan dat festival... deel nee, nemen. Nee. die route is afgesloten. Ja, omdat je eigenlijk te, iets te vroeg... Ja, en weet je... Ja, de, 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 dat is dikke vette pech... De, je eigen schuld. Alleen om dan nog... op te vallen voor impresariaten en zo... dat is lastig. En dat is het toffe wel... van nu, dat je gewoon andere wegen kan vinden. Ja, ja. Uh, het nadeel vind ik wel, is dat je dus ook... Uh, Instagrammers hebt... Ja. Die een enorme following hebben, die opeens ja. een, een, een tour hebben in theaters, in alle grote zalen. En uitverkocht, hè? dus ik snap die theaters YouTube, ook heel goed. YouTube, uh, sterren, dat maar soort dat dingen. Maar dat je denkt, ja. Ja, ja, maar typetjes in een filmpje van een minuut waar je gewoon kan editen en, en, en dingen, weet ik wat. Is wat anders dan een zaalshow doen en die ook nog... En dan kan je mensen inhuren die hem schrijven, tuurlijk. Maar dan, je hebt, nog, ja. je hebt nog steeds wel gewoon de skill nodig... om op dat podium te staan en er een leuke show van te Absoluut. maken. Absoluut. En, en iets, uh, thuis kun je voor de Spiegel twaalf keer iets opnieuw doen. Uh, voor echt is het voor echt. Uh, ja. Ja, ja, maar goed. Ik ga ervan uit, als dat dan niet zo goed is... Dan is dat ook maar één seizoen. Dat is één tour. Ja. En dat, dat kunnen ze heel goed aan zichzelf verkopen nemen. Dat was een theateravontuur wat ik heb gedaan en nu ja. ook een TV-avontuur. Ja, ja, okay, ja, ja, precies. Oké, prima. Dan leg ik het zo aan. En tuurlijk. kijk, de andere kant is natuurlijk ook weer. Laten we wel wezen. Theaters verdienen daar ook goed aan. Ja. En die kunnen dan zeggen: nou, dan nemen we dit seizoen de gok met Wouter Monde. Uh, en, en dan steek je daar Ja, 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 ja natuurlijk. Ja, 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 tuurlijk. Het, het, het is een beetje de poëzieauteur die klaagt over, nee, uh, over populaire romans. Nee, precies. Plus, plus, dat soort mensen hebben ook schrijvers nodig. En dan uh, kun je ook nog eens langs de kassa passeren. Als ja, het, uh, ja, ja, ja. <laughs> dat is gewoon waar. Uh, Stormbrein, uh, uh, is, is dat een titel die je uh, uh, gekozen hebt? En ik zie wel wat ik dan, hoe ik dat invul. Of uh, had je al een soort... Uh, 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 voor, voor, uh, uh, allebei, idee. allebei. Want het idee is natuurlijk: als je een theatertitel of als je een theatershow gaat maken, dat moet echt al een seizoen van tevoren. En in Nederland, ja. eigenlijk nog eerder dan hier in Vlaanderen. Ja. Uh, want nu spreken we oktober en er wordt al geboekt weer voor. Augustus tot en met mei, het, het 24-25. Ja. Dus dan moet je een naam en een plaatje hebben en dan weet ik wat. Ja. En dat is heel vaak inderdaad kies maar iets. Gabriel Guzman heeft nu letterlijk als omschrijving van zijn programma gewoon lorem ipsum die hele tekst oh, ingeleverd. Dat is, heel dat is ook wel. <laughs> dat vind ik toch ook wel goed hoor. Dat is ook wel goed. En, en wel, dat is ook wel goed. Heeft hij daar niemand? niemand heeft dat voor hem moeten schrijven. <laughs> niemand heeft hem moeten dat moeten dat schrijven. Gewoon. <laughs> Adobe première heeft daar gewoon zelf weer gevul. Uh... Hoor je dat? dat? Dat zijn Jim en Vincent Geers dat vloek dat ze er geen werk aan hadden. Maar, <laughs> nee, maar, maar en hij kan het leiden. want mensen komen toch wel, dus het boeit niet wat er staat. Maar, ik had nee, maar toen... het, is ook wel, het is inderdaad ook wel een, een, een statement wat ik wel mee akkoord ben. ja. ja. Van, ja ik heb ook wel al gelezen van ja, u leest nu dit, maar ik heb ook geen idee wat het wordt. Want dat is toch eigenlijk ook zo? Precies. Daniel dus... Arendt zat volgens mij een show die ooit letterlijk ook meer van hetzelfde heette. <laughs> Ja, en het leuke is, als, als bezoeker denk je, nou, dat is exact wat ik wil. Ja, ja. Dus, dus ja. doe maar. Het is een show, iets heel wat nieuws. Heet. Maar goed, kan, maar jij, jij had nou ja, die ik, titel. Ik, ik, ik had die titel wel, want het is gewoon een flauwe woordspeling op, op uh, Brainstorm. Ja. Uh, maar stom, dus ik wist al wel, uh, ik kan in mijn hoofd heel goed, heel snel van 0 naar 100 gaan. En me echt dagenlang druk maken over shit. Ja. Uh, zowel heel klein als heel groot. Ja. Dus dat was het haakje dat ik dacht: nou, daar heb ik een titel bij. Ik had er toen een, een beeld bij wat ik als poster wilde gebruiken. Is uiteindelijk iets heel anders geworden. Maar wel, dit is een titel. Ja. Daar kan ik een heel programma aan ophangen. En dan klopt het nog steeds met wat ik zeg. Ja. Je kan er een beeld aan ophangen. Ja. Prima. En het leuke is ook, en dat hoor ik heel vaak. Als ik, als ik mensen hoor over titels van shows. die dat zo ver vooruit bedenken. Uiteindelijk gaat de inhoud van de show zich toch wel vormen naar ja. het naampje wat je gekozen klopt. hebt. Of dat nou bewust ja. of onbewust ja. is. Of dat je onbewust. Al denkt, daar, daar moet ik eens iets mee gaan doen. Ja. En nu als ik kijk, ja, de show gaat letterlijk over uh, hoe snel ik het geprikkeld kan raken en en, en alles al heel snel te veel is en ik me opwind en het lekker is. Dus ik kan me opwinden over kleine shit, ja. ik kan me opwinden over grote shit, alles ertussenin. Maar dat past gewoon in dat uh, in dat ding, in dat kader. Ja, ja, dat is, ja, dat is handig. Ja, dat is handig. Hoe heet je de vorige show? Uh, toen had ik er minder over nagedacht. De allereerste, die heette Zomaar. Ja. Uh, omdat ik. Ja, daar da 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 was ik echt ja, maar waar gaat het over? Ja, het is gewoon allemaal losse stand-up bullshit. Zomaar, gewoon ja, zomaar. Ja. De, ik, heb, de, ik heb geen punt. Dus de, de voorstelling daarna, die heette Geen punt. <laughs> Eigenlijk wilde ik dat zo door blijven trekken. Om ja. elke keer gewoon zo'n niet-zeggende titel uh, te hebben. Uh, maar nu ben ik daar toch een beetje. Maar er was toch ook een voorstelling die jij. Die, uh, uh... Uh, gaande weg gemaakt hebt en en het hele productie het hele proces uh, ook gedocumenteerd of ja, was dat geen punt da, da, dat was zomaar eigenlijk ah, ja. uh, alleen dat was voor het Utrecht Comedy Festival Juist. in 2018 denk ik ja. toen, toen heb ik elke week maakte ik een filmpje daarover met Juist. kijk ik heb deze grap geschreven ik ga hem nu testen dit werkt dat niet nu verandert dit en die had ik eigenlijk alleen maar gemaakt voor het comedy festival die is via een heel klein impresariaatje die zei ja zal ik hem dan niet eens een paar keer voor je verkopen en er was, er was nooit het plan dat dat een, een volavond show nee, zou worden. Ja, ja. En Zo werd dat per ongeluk een volavond en ben ik daar blijven hangen. Ja. Maar dat was dat, wel leuk, want ik weet nog, ik heb vorige keer ook de, toen ook wel gezegd, dat dat wel een leuke, leuke kijk was in het, in het proces, in het maakproces van de voorstelling. Ja. Veel de werk der... natuurlijk voor jou, om al die filmpjes maken. Oh, toen helemaal, jongen. Ja. Want software was toen een stuk onhandiger dan ja, nu. Ik zou ja. het nu veel sneller kunnen produceren, maar toen ja. ook als ik de tijd die ik stak in die video's ook nog in de show had gestoken, dan was de show een <laughs> stuk beter. Nee, het was uiteindelijk een hele leuke show die heb ik met heel veel plezier gespeeld. Maar het was, ik vond het heel tof en om mensen een inkijkje te bieden en ook gewoon, het was ook wel zo, ja, ik moet ook gewoon grappen laten zien waarvan ik thuis, ha, oh, dit is leuk en dan voel je zelf dat die kei kapot valt. Maar ja, goed, dat zit in die comedian documentaire van Seinfeld zit dat ook, hè? Ja, ja. Dat hij iets vertelt en niemand lacht en dat, hij, dat je voelt dat vacuum wat hij heeft. En ja, dat maar hij dat, 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 dat hoort, dat vind ja, ik dat ook. Ja, hoort en, erbij. En ik hou er sowieso van. Er is een reden dat ik een podcast maak over slechte ja, shows. Ja. Want Het ligt vaak aan de zaal, maar toch ook echt af en toe aan onszelf. Tuurlijk. Uh, maar het hielp mij ook heel erg bij het maken. Want ik ben er heel erg lui aangelegd. Ik begin altijd veel te laat. En dan moet alles snel, snel weet ik wat. En hier moest ik gewoon elke week zeggen... Ja, kut, ik moet wel minimaal ja. een nieuwe grap testen. Je, je moet dat filmpje produceren, dus ook iets. Dus ja. ook iets hebben om en, dat te filmen. En wat het lekkere ook was... Ik moest op beeld, moest ik me ook verantwoorden... Ja. Van, hé, hey, maar deze keuze heb ik gemaakt om dit te veranderen... Om het te herschrijven, om de grap weg te doen of het uit te breiden... Want dat moest ik uitleggen. Dus ik moest elke week. Ik was, was gewoon. Ik was mijn eigen interne regisseur daardoor. Ja, ja, ja. En dat werkte heel fijn. Je was je huiswerk aan het documenteren. Ja. En, en dat, maar je dwong jezelf wel daardoor tot huiswerk. Omdat die documentatie nee, er ja, moest ja. zijn. Nou ja. En ook heel erg zo. Ja, het maakt niet uit wat de, wat de uitkomst van de som is. We willen zien hoe je, hoe je ja. de berekening ja. hebt gedaan. Ja, inderdaad. Berekening is even belangrijk als de som zelf. Ja. Maar goed, dat was de, dat was de eerste show. En dan heb je uh, geen punt. Ja. En, uh, en, uh, en nu, en, en deze show heeft nog weer meer. Dus het is, het is wel een stijgende lijn dan. Ja, ja, dat wel. En geen punt is, is echt een raar tussendoor-showtje geweest. Want ik denk dat de aantal try-outs wat ik nu doe voor deze show. Ja. zo vaak heb ik geen punt gespeeld in totaal. In totaal Want ja. die kwam tot stand helemaal binnen corona. Ah, ja. Dus de eerste try-outs waren in corona. en de allerlaatste keer was augustus 2022. En ja. toen had ik hem al drie, vier maanden niet meer gedaan. Ja. En daartussen, dan speelde ik hem en dan weer twee maanden niet. Och, en daartussen ja. alleen maar al die kut online shows waar je geen nieuw materiaal nee. zo'n beetje in kan doen. Nee. Dat, dus dat was zo raar om te maken. Maar dan is het van die periode geleden dat je nog gespeeld hebt, denk ik. Dat zal dan echt al twee, drie jaar geleden zijn. Jazeker. Ja, nou ja, ik ben hier, dat weet ik wel. En ik denk dat ik niet gespeeld heb misschien wel. Ik ben hier nog geweest toen Bas uh, Birker 4040 maakte. Ja. Ja. Dan weet ik dat ik hier voor het laatst was en dat we opgenomen hebben. Maar dat ik hier zelf gespeeld heb? Dat weet ik ook ja. Ik zou hier spelen in coronatijd een keer een dubbel met Jasper Poisson. Het ja. was het supermooi weer en, en niemand durfde uh, nee. iets binnen doen. Uh, dus die hebben we toen laten zitten. Ja, ja, ja. Maar. Omdat we gewoon allebei zeiden, ja maar, nee. die 58 man, we kunnen het er wel in proppen, maar dat gaan we gewoon niet doen. Nee, dat is te weinig. <laughs> Bel ze we moeten maar af. We, we moeten hoog inzetten. <laughs> we moeten hoog inzetten man. Dus, uh, maar goed, dus, uh, ja, dus dat is dit. En, en, <coughs> en die try-outs die, en die, en doe nu bij de pod, la, pod, podcast. Loopt door. Ondertussen doe jij ook wel wat opwarmwerk, geloof ik, hè? Ja, ik doe al bijna negen jaar nu de publieksopwarming bij Arjen Lubach. Eerst bij Zondag met Lubach. Ja. Ja. nu bij de avondshow bij de avondshow dat is nu vier avonden in de week die doe ik niet allemaal nee dat kan dat niet Want als is, je moet spelen ben je die daar. te veel maar ik doe er nou, gemiddeld twee in de week zeg maar ja ja en we zoeken we zijn nu bezig met nieuwe mensen erbij halen om het een beetje af te wisselen ja, ja. En dat is super tof om te doen maar wel ik doe vaak nu de maandag en dinsdag ja en dan donderdag vrijdag zaterdag spelen ja. en nu ook een, een, een zondag erbij Pff, het ja, is, het is nogal druk op het dat moment snap dat snap ik dat maar ja het is een soort steady job aan de andere kant denk je ook van dat is, je ambitie ligt niet bij opwarming, neem ik aan. Nee, dat niet. En ik, en ik doe het heel graag. En het is echt een ding. Um, financieel zou ik het eigenlijk ook niet eens per se meer hoeven doen. Nee, ja. En ik doe het ook met plezier. Maar het is ook weer het voordeel. Uh, er zitten elke keer 200 man en achteraf deel ik uit. Die komen uit het hele land. En die komen effectief ook weer naar shows ja, van mij ja, kijken. Ja, ja, het is ook een manier om publiek te ronselen. Ja, maar er gaat wel een punt komen dat ik zeg... Hé, hey, ik heb dit met heel veel plezier gedaan. Maar nu, nu hebben we nieuwe mensen. Nu is het aan Heb ik gezien dat ze ook weer een stand-up comedyavond gaan ja, doen? Ja, ze gaan uh, tussen kerst en oud en nieuw komen er weer afleveringen met stand-up comedians. Ah, Daar super. ben ik er dit seizoen één van. Ja, dat zag ik. Dat is super vet en super beangstigend. Uh, ik weet niet waarom ik er zo bang voor ben. Want het is gewoon 10 minuten stand-up. Ja. Maar het is wel zo, oh ja, maar wel op tv. Maar wel op tv, ja. Uh, maar heb jij die vorige shows, heb je die gecapteerd? Heb je daar iets mee gedaan? Heb je die online gezet? Of heb je die... Uh... Nee. Nee, nee, nee. Ja, er staan van zomaar staan wel wat delen online... Uh, geen punt heb ik wel opgenomen, maar staat gewoon bij mij op de harde schijf. En, ja. uh, en verder, niks maar goed. Dat heb je wel voor jezelf, maar niet voor uh, nee, uh, precies. Dus, dus, dit setje is echt gewoon een setje met 10-minuten-materiaal uh, wat al jaren heel lekker werkt en dat bij elkaar gezet. Dus, dat ben ik nu ook nog aan het feintje. Ja, ja. Dus, nu is aan de ene kant doe ik nu heel erg mijn best op een setje van 10 minuten. Ja. En op een programma van anderhalf uur. En dat dus loopt met door een door open mic en een cabaretier tegelijk. Oh, het, het, het is zo'n mindfuck. En dan tussendoor ook nog gewoon allerlei andere shit. Ja, ja. Dus het, het is een beetje druk. Maar goed, tot, ja. tot november. En dan, uh... Is een try-out in de Joker, is dat dan, vind je het prettig om in uh, het materiaal waar je nu aan het maken bent, om dat ook even in België te testen? Ja, nou, ik vind het heel leuk, want ik heb ook al heel lang niet meer in Vlaanderen gespeeld. Dat nee, is ook ja. al van echt lang geleden. Want ik kwam hier vroeger regelmatig en dat ja. is tegenwoordig gewoon minder. Ook omdat ik het wat minder opzoek, omdat het gewoon Ter verder rijden is. Ja. Uh, wat ik met plezier doe. Maar ik ben dus nu wel heel benieuwd en ook wel zenuwachtig voor vanavond. Oh ja, ik heb dit allemaal nog nooit in Vlaanderen gedaan. Ik nee, weet niet. Nee. Wat ik heb een ding nu over de televisiering. Nou ja, dat ja. kan ik uitleggen. Dat is een grote tv-prijs. En Carré ja. weet ik, oké. Okay, dat is ongeveer het equivalent, denk ik, van de koningin Elizabeth zaal qua ja. Uitstraling ja, en ja. ding. Maar mensen hebben daar verder geen, geen beeld bij. Dus dan zeggen ze, oh ja, kut. Dat werkt in Nederland nu wel oké. Okay. Maar hoe gaat dat hier ja, vallen? Ja, 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 ja. ja. Dus dat, dat, wordt, dat wordt bijzonder. Maar ik vind het Joker ja, wel gewoon lekker om te spelen. Want dit is, ik vind grote zalen zijn natuurlijk fijn. En, en, en met zo'n volle avondshow is het leuk dat je het helemaal op kan bouwen. Ja. Maar ja. toch gewoon dit klein podium en iedereen recht voor je smoel. Ja. ja. Is... Maar dat is natuurlijk het voordeel van dat jij die, die, uh, die opwarmingen doet. Dat je dat in die interactie met het publiek... Wel blijft hebben. Ja, ja, ja. Dus, er zijn ook wel uh, cabaretiers uh, of, of comedians hier. die uh, dan nog wel wat try-outs doen. Maar try-outs al gelijk in de zalen van de 100, 200 man kunnen doen. Dus dat er altijd wel een soort afstand is. Ja. Je hebt altijd directe reacties. Mijn, mijn, ja. mijn, dit, dit is mijn basis. Ja, dus alles ja. wat groter is, is, is makkelijker. Ja, en, ja. Dat, en dat vind ik absoluut een voordeel. Is met... dat zo? Ja? Is dat makkelijker? Nou ja, maar ik vind hoe, kijk, hoe groter een zaal is, hoe makkelijker het spelen is. Toch ook wel anders. Ja, tuurlijk is het anders, want, want je moet gewoon fysiek groter spelen. Ik heb je, ook al uh, uh, gezien die het hier wel goed kunnen. Yeah. En als de zaal wat groter is, dat ze de connectie verliezen. Ja. Heb maar ik dat, ook maar gezien. Maar, maar dat ligt aan dat hem. Heb ik het niet over jou? Uh, maar ik noem geen <laughs> nee, ja, noem ik ze nee, echt nee, geen naam deze keer. Nee, nee, nee. <laughs> nee het, 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 het zijn ook wel gewoon twee andere dingen. Ja, maar ja. Maar ik heb wel, weet je, vergelijk het als je rijles hebt in een Fiat Panda... Dan kan je daarna ook in een Mercedes rijden. Alleen als jij altijd gewend bent om in een hele luxe wagen te ja, rijden. Dat wel. Ja. En het is ook nog een automaat en alles gaat vanzelf. Dan is het echt wel letterlijk even schakelen als je weer in een Via Panda moet rijden. Je bent daarvoor, ik heb... je metafoor kwam beter tot ze recht en zelf had gedaan. Ik vind het erger nog dat, dat mijn carrière al tien jaar lang een Via Panda is geweest. <laughs> Nee, ah, is helemaal waar. Nee, maar goed, maar, we gaan van de Fiat Panda naar een leuke middenklasse Precies, precies. Ik, ik rijd best een aardige auto van, van dit werk. Nee, maar, 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 maar dat geloof ik wel. En tuurlijk ja, is, is een ja. grote zaal anders. Maar dat vind ik het leuke, dat ik al heel lang alles door elkaar doe. Ja, ja. Uh, en dus nu ook merk ik, oh ja, maar ik kan met een, een, een klein zaaltje kan ik een leuke avond maken. Maar ik weet ook hoe ik me staande moet houden in een grote zaal. Maar het zijn natuurlijk toch ook wel andere, andere ritmes. Uh, inderdaad, iets opbouwen is in een soort clubsetting veel uh, lastiger. Even uh, uh, ook omdat je zelf een soort uh, uh, grapdrang uh, mm. krijgt. van, oh shit, ze hebben wel een minuut niet gel gelachen. Terwijl in een grote zaal een minuut niet gelachen is niet zo ramp. Als dat is omdat je gewoon een goed punt ja. maakt of een mooi verhaal vertelt, is prima. Ja. Maar dat is heel tof. Ik ben sinds 2021, denk ik, doe ik een uh, radiocolumn op Kink. Ja. Uh, Alternatief station, een beetje vergelijkbaar met Willy hier in Vlaanderen. Ja. Uh, en dat is heel tof, want dat is gewoon echt een radiocolumn. Ja. En daar heb ik mezelf uh, eigenlijk vrij snel al gewoon uh, uh, de vrijheid gegeven. Natuurlijk moet het grappig zijn. Ja. Maar ik, ja, ik, ik vind elke week ergens iets van. Ja. En ja, soms vind ik iets wat gewoon niet zo grappig is. Of wil ik een mooi punt maken. Of ja, weet ik wat. Ja. En die ruimte krijg ik. En wordt ook gewaardeerd door luisteraars. Ja. Want ik heb er ook gedaan dat ik dacht. Oké, okay, dit, is, dit is degene dat ik een belletje krijg. Kwartier in de afloop van hey, dat was hartstikke leuk. Maar nu stoppen we ermee. Ja, ja. En, dan, en dan krijg ik juist een appje dat er in de studio heel veel goede reacties binnen zijn ja. gekomen. Maar dan eerlijk over de inhoud en niet over de humor. Precies. Ja. Maar, ja, maar ja, ja. dat is wel. En dat, dat vind ik heel leerzaam. Want dat is wat ik nu wel ook meeneem. Naar die volavondshow, show is Oh ja, maar af en toe mag het ook wel gewoon even juist omdat het niet in een, Weet je, het is niet 18 minuten, comedy setje knallen? Ja, het is anderhalf uur, dus je, je wil ook niet alleen maar alles nee, up je tempo. Wat kan, je moet verschillende dynamieken ja, hebben. Ja. En, en dat, dat vind ik wel echt heel tof. En vind ik nu ook echt leuk aan het aan het spelen van de show dat je daarmee kan spelen en dat ja. je ook weet. Oké, okay, we gaan nu een verhaal in over uh, twee hele vervuilende bedrijven in Nederland. Wat ik schandalig vind, waar ik iets aan koppel over een vriend van me die gewoon, die heeft kanker en die gaat de première van mijn voorstelling waarschijnlijk niet halen. Ja. En ik weet ook, maar binnen twee minuten daarna zitten we weer gewoon terug ja, in de chat. Ja, ja, ja. En ik weet hoe ik vandaar die overgang moet maken. Ja, natuurlijk. Ja, en dat is wel, dat is waanzinnig dat je dat met een zaal kon doen. Heb je die, uh, die dingen die je voor Kink uh, gedaan hebt? Heb je die. Uh, uh, is dat ook inspiratie? Pak je dat mee naar, die, naar de voorstelling? Of laat je, dat, la, laat je dat voor wat het is? Want die komen wel ook online. Die komen online en, en uh, daar haal ik. Ik heb er wel dingen uitgehaald voor deze voorstelling. Ah, ja. Want het was toen ik begon met schrijven. Dus veel te laat. Wel zo, oh, wacht even. <laughs> maar ik heb gewoon hond, letterlijk honderd A4'tjes. Ja. Omdat ik het al tweeënhalf jaar aan het doen was. Ja. Ik heb honderd A4'tjes met onderwerpen waar ik iets van vind en waar ik al grap over heb. Ja, en ook wel, daar zitten er natuurlijk ook tussen waar je denkt van shit, had ik maar iets langer kunnen of duur ik er wat langer over daar, heb ik heb misschien een ander. Uh, ja uh, absoluut ja. dat en natuurlijk en weet je ze hangen altijd of een actualiteit of ik koppel het aan iets met muziek omdat het voor een radiostation ja, is. ja ja dat haal ik er dan nu uit omdat die actualiteit gewoon helemaal niet meer relevant is nee maar er zitten zeker wel onderwerpen in en ik zeg oh dit dit kan mooi hierin ik pluk er dit uit ik, pluk, ik heb er sommige samengevoegd ja. ook dingen dat ik dacht oh dit kan er een op een in en dan doe je een tryout en denk je nou het kan er een op een bereid zijn <laughs> jammer joh dan <laughs> <laughs> ja, gaan drie minuten die je dacht te hebben ja, maar dat ja. Ja, snap ik. Ja, maar dat is wel broeiend. Broeie. Dus dat is, dat is wel een soort, je hebt wel een soort startpunt. Je bent, je bent niet helemaal van nul moeten Nee, absoluut niet. En, en ik vind het dus echt heel fijn dat ik... Waar zomaar uh, die ik echt heb geschreven voor een comedy festival Dat wilde ik ook echt een uur lang gewoon uh, een comedy special maken. Ja. En daar was de grapdichtheid ook echt wel gewoon lekker hoog. Ja, ja. Uh, en dat vond ik heel tof om te doen. Vind ik nog steeds een hele leuke vorm. En dit is... Nou ja, ik heb een schurftekel aan het, aan het onderscheid stand-up comedian cabaretier. Ja. Maar als ik wel. We gaan het nu maken. Nou ja, maar, maar ik vind altijd. Ja, het is een stijlverschil. Weet je, ja. het, is, het is. Ja, blues en rock zijn allebei muziek. Maar ja, de een is meer de een en de ander is meer de ander. Ja. En nu, deze voorstelling wordt in die zin wat meer cabaret. Omdat het wat meer inhoud heeft. Aan de andere kant, je hebt ook stand-up met meer dan genoeg inhoud. Tuurlijk. Dus... Het ding is natuurlijk wel. Dat is een soort uh, probleem. Uh, hoe We het noemen. doet het allemaal niet zoveel toe voor mij. Maar stand-up comedy is een beetje een Amerikaanse vorm... die vaak gewoon 60 minuten duurt. Ja. En als het gewoon moppen, moppen, moppen Een grap, hè? Uh, in België vinden we het woord mop niet beledigend. Dus ja, hè, grappen, ja, ja. grappen, grappen. Ik, grappen. ik, ik ken het. Uh, 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 en dan is 60 minuten prima. Als je er een bepaalde inhoud wil geven... Als je, als je, naar 90, als je het in een theatrale vorm wil steken, die hier in de theaters uh, gangbaar is, dan moet het 90 minuten zijn. Dus ofwel pak je de voorprogramma mee, ofwel uh, moet je een voorstelling maken van 90 minuten. Want dat is een andere dynamiek. Ja. Dan moet het wat theatraler zijn, dus dan moet je een beetje naar die kameratesken ja, vormen. Maar, 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 maar dat is ook wel juist voor die dynamiek. Ik had ooit iemand en die zei tegen mij, zo, ja, maar vergelijk het gewoon met een, een, een muziekalbum. Uh, voor de millennials, dat is een, 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 een playlist op een glimmend schijfje. Ja, uh, die bij elkaar horen van hetzelfde jaar. <laughs> Waar je niks uit kan halen. Nee, nee maar daar wil je van, van één album. Wil je ook niet dat het allemaal up-tempo nummers zijn? Nee. Dan wil je ook gewoon even één rustig nummer, één ding. Ja. En, dat, en dat, dat merk ik dus nu wel. Want ik, vroeger dacht ik altijd: nee, maar het moet gewoon grap, 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 grap. En nu merk ik: oh, wacht even. Maar ook om te spelen is het ja. veel lekkerder. Het is voor het publiek ook gewoon lekkerder om naar te luisteren. Ja, wat je ook doet, na drie kwartier is er een dip. Ja. Dus, dus je kunt het maar beter anticiperen en daar iets mee doen. Want die komt er toch. Ja. Ook al heb je topjokes. Naar drie kwartier is er een dip. Die is er gewoon. Dat is, ja, ja. Want je aandachtspannen is maar beperkt. zeker als het een homogene, als er een groep is. Naar drie kwartier zakt het even in. Dus dan moet je ofwel met het publiek mee inzakken, of juist doorschakelen ja. of iets. Er moet iets gebeuren op drie kwartier. Nou ja, en het lekkere. Uh, wat natuurlijk ook werkt, weet je, als je iets doet wat even gewoon het tempo omlaag gaat. En het onderwerp misschien wat heftiger is, of weet ik wat. Kijk, de, Hans Steeween vat het ooit fantastisch samen een grap. Die zei dus ik iets. En dan denken jullie: oh, en dan is het anders. Ja. Die verrassing, <laughs> dat, dat is een grap. <laughs> dat is, in in, in is. elke vorm. Dit is de beste zaal ja. wat ik ooit. Maar als jij iets, iets rustigs doet en iets moois in tegers, weet ik wat. Dan heb dat is al de setup dat je denkt: Oh, we gaan deze kant op. Kom je daarna weer met grappen? Ja. Dan heb je ja. alweer op, op een hoger ja, dat niveau. Werkt, dat werkt niet alleen op grapbasis, maar ook op, op show of op bitbasis. Ja, ja, Precies, ja. en dat ja. maakt gewoon de spanningsboog over zo'n heel programma veel interessanter. Ja. Want anders denk je, en dat, dat zie je ook wel bijvoorbeeld bij open of bij bepaalde comedians die geen open meer zijn, maar dat hadden moeten blijven. <laughs> uh, we bedoel <noemen lacht> geen namen, maar ik wil ze wel horen. <laughs> Nee, dat is weer af. Oh, ja. Dat, ik, ik, dan komen er weer brieven. Ik, ik gun Facebook niet de activiteit in de cadet oh, ja, en openbaarsgroep. lief. Maar, maar, maar die doen, weet je, bijvoorbeeld alleen maar verkeerde beengrappen. Ja. En dan merk je gewoon, ik heb het gezien, weet je, die gaan dan de eerste acht minuten keihard. En ik heb het vorig jaar nog gehad. De speelde ik ergens en er speelde zo'n zo'n man voor me dat ik echt dacht, jezus, hier moet ik straks nog overheen. Ja. Want het ging echt keihard. Met echt hele slechte grappen. Maar na tien minuten... dan heeft het publiek gewoon door... oh, wacht eens. Jij doet elke keer dit kunstje. Je zegt dit... en dan gaan we daarna de hele andere kant op. Ja. Dus dan is na, na tien, twaalf minuten... denken ze bij elke zin... oké, okay, ja, en wat is nu... Ja. want dit is het sowieso hebben wij, niet. Wij, wij hebben, omdat wij dat allemaal al, al gezien hebben... hebben wij dat na vier, vijf minuten... en het publiek heeft dat na tien minuten. Ja, nou, en dan kunnen ze het invullen. Als je, dan, als je weet wie het is... weet je dat je dat na een minuut hebt Nee, maar, snap je. maar ja. in theorie, hè, als we die nog nooit hebben ja. gezien, en wij naar vier, vijf, dan 4, 5 minuten. Ah ja, verkeerde beenjoke. Dus je stuurt die kant op, het wordt dat. Ja, ja, ja. En als je dan een goede bent, dan moet je die verkeerde been op het verkeerde been ja. zetten. Ja, nou maar had, dat, uh, Vincent Footen. Nee, Vincent, Vincent Voeten En uh, uh, de, de vriend die ik net noemde, uh, die helaas kanker heeft en, en, en er niet meer lang gaat zijn, is dus Mark van Gestel. Ja, ja. Uh, fantastische one liner comedian Maar een van mijn favoriete grappen van hem. Ja, en dat zijn natuurlijk ook one-liners. En die neemt ook echt vaak weer andere afslagen en zo. Dat werkt hartstikke goed. En zijn afsluitende grap is standaard. En het is zo leuk. Want het is allemaal, sommigen zijn ook echt heel flauw, maar werken wel. En dan zegt hij: Ik uh, wilde laatst naar het uh, Lips Sloten Museum. Wat denk je? Museum ja vergeten. <laughs> top joke. Ja. En het leuke is, ik heb hem zien doen. Hè? En, dan, en dan laat hij die stilte vallen. Wat denk je? En de hele zaal. Ja, gesloten. gesloten. Museum ja vergeten. Ja, dat is een andere afslag ja, dan je verwacht. En daarom werkt hij weer. Ja. Dat is top. Ja. Ja, precies. Ja, nee, 100%. Want dan, inderdaad, dan, moet je, dan moet je. Ja, ik heb begrepen dat hij. Uh, ik, ik ken die man uh, niet zo goed. Maar die, ik heb begrepen dat hij dat daar niet zo goed mee gaat. Ja, bedoel, als in. Gewoon ja. definitief heel slecht. <laughs> en dat hij geselecteerd was voor Camaretta. Maar dat hij ja. zijn plaats heeft afgestaan. Uh, ongeveer. Hij heeft auditie gedaan voor Camaretta. Hij weet al sinds vorig jaar, voorjaar, dat hij, uh, dat hij kanker heeft. Deze zomer bleek dat nog veel heftiger te zijn dan gedacht. Oh shit. En ook gewoon ja, geen behandeling meer, meer mogelijk. Nou, dat is allemaal heel triest. Uh, maar hij wilde nog wel graag meedoen aan kameretten. Hij heeft zijn programma is nu deels nog wel one-liners. Maar deels ook wel over. Dus het ontdekken ja. hoe ver het wow. is en die hele behandeling. En, en, maar ook gewoon met jokes. Ja, Terwijl ja, ja, het ja. natuurlijk echt een onderwerp is. Want als ik vanavond op minuut vijf kanker zeg, dan is de sfeer, dan is sfeer de Dan is de sfeer de Ik begin wel te lachen, maar dat is nou. Vind ja. een... <laughs> ik ook leuk. <laughs> maar, maar dan is de sfeer vaak nog harder ja, dan de kloot, omdat Maar, niet... maar hij, had een, hij had een echt een heel mooi programma en hij heeft de voorronde gedaan. En hij had ook heel veel contact gehad met uh, de, 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 Organisat, de organisatie. Ja. En wat die gedaan hebben, die hebben gezegd: ja, we waren het eens over, over jou dat je gewoon door moest naar, naar de volgende rondes. Alleen, ja, uh, zijn programma heet ook onder voorbehoud. Ja. Dus ja, we weten niet en jij ook niet hoe dit gaat. Dus wat ze hebben gedaan. Uh, ze hebben zes kandidaten geselecteerd voor het festival. En hij, is, hij heeft een soort wildcard. In principe mag hij aan alles meedoen, waaraan hij zich goed genoeg voelt om mee te doen. Dus alle try-outs, ja. de halve de hele finale. Je ziet een soort gewoon extra act. De finalistentour, mag hij de shows die hij wil doen, mag hij meedoen. Wat, wat kan, dat kan. Uh, helaas is er tot op heden nog geen show geweest, daarna waar hij fysiek toe in staat was om mee te gaan. Dat is heel jammer. Nee. Maar wel omdat ze zeiden, ja, dit, dit, het zit al gewoon hartstikke goed in elkaar. Ja. En het tof is dus. Hij heeft eigenlijk in die zin, uh, en dat zei hij zelf ook eens, ja, eigenlijk heb ik al soort gewonnen. Ja. Want ik heb alles, inclusief zo'n finalistentoer, zonder de druk nee. van door te moeten gaan. Als hij daar nou achteraf blijkt helemaal niet ziek te zijn, dan is het wel uh... <laughs> goed geregeld. Nee, ja, dat, is, dat is. Nee, maar Yannick uh, Joos is een gast die je ja, kent. Ja, die, en die uh, zit uh, de, ja. En die vertelt me er iets van. En dat zij. Uh, normaal moeten zij een half uurtje spelen en ze gaan nu naar 25, zodat, zodat Mark. Ja, uh, dat is soli uit solidariteit, want Mark heeft ja, niet de tijd. Ja. En uh, zij dus ook. Dat was wel een grap, maar dat was wel een hele goede grap. Uh, goed, nee, maar ja, okay, nee, ja heftig. Maar. Uh, dus dat is inderdaad ook, hè, hoe kwamen we daarop terecht? Ik, maar dat, heb, ik ja, heb geen idee, verkeerde one, been, one line is verkeerde been, ja. verrassingen, dingen, cabaret, comedy, hele, hele ding. Zo, <laughs> zo kwamen we hier. Hey, uh, ik, ik had nog een ander idee. Hoe laat zijn wij? We moeten wel beginnen. 7 uur 48. Nog 20 minuten. Als je. Of we hebben zo lang we willen. <stutujs2> de <stutujs2> show begint Nee, nee. De show begint wanneer wij zeggen dat Ja, dat weet, begint. Dat, dat weet ik. Dat weet dus, ik. als ik zeg 9 uur. Gisteren, het was hier gisteren Madonna. En Madonna heeft een uur en een kwartier uh, gespeeld. Later, is later begonnen dan dat ze gepland was. Ja, en, en hier in het Sportpaleis. Niet Madonna hier in de Joker. In de Joker nee. als, als Madonna nee. hier een setje had gedaan in de Joker... dat was wel <laughs> waanzinnig. geweest. Ik krijg wel... Ik krijg wel... Het, bijna uit Vlaams... Ik oefen, dat mag ik nog niet zeggen. Dat ga ik zo tegen, zo tegen gaan zeggen. Uh, nee, dus Madonna heeft een uur een kwartier... een heel sportpaleis laten wachten. Kunnen wij hier wel 30 dat mensen... Dat is dat voor Madonna kort, toch? Die laat vaker mensen lang wachten. Lang wachten. Haar... Wachten, haar, haar uh, haar verzekering laat ze heel lang wachten. Nee, haar, ik weet het niet. Haar, haar, haar uh, plastic chirurg. Uh, die laat ze eigenlijk niet zo lang wachten. Die uh, mag heel snel aan de, aan de slag. <laughs> Iets te snel, denk ik. Um, uh, ja, je had nee, nog, vraag. Ik had nog ja, een dingetje. Een dingetje. De, um, je had een plan. Nee, nee dit betekent ik, heel veel nee, werk ga je en niets ga je betaald niet, krijgen. Ik mee, ga je niet je voor elkaar is. spannen. Nee, uh, of nog, nog niet. Dat komt misschien nog. Nee, eh. Uh, Elektra heeft wel een soort uh, uh, binnen het, het comedieland. Hè? Iedereen heeft het al meegedaan. Ik heb er ook al een aantal ja. anderen zitten beluisteren van, van toffe mensen. Uh, 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 nu, er, er is wel een soort wildgroei van podcasten. Iedereen heeft podcasts en iedereen zit in elkaar. podcast. Ja, wij zitten er nu ook. Maar, maar ik kan me ook wel voorstellen dat als jij op plekken gaat tryouten. Dat die mensen allemaal een beetje. Oh, hier is hem hoor. Hier is hem hoor. Dat, dat je, ja, jij maakt een podcast over slechte shows. Ja. Slechte, slechte ja. plekken. Ik, slechte... ik heb wel al theaters gehad die het aankondigen. En die dan zeggen. Nou. Uh, we hopen dat wij niet uiteindelijk voorkomen in de podcast. Ja, dat bedoel ik. En, en gisteren en eergisteren speelde ik in Utrecht in het Werftheater. Ja. Ik denk dat er geen theater is wat zo vaak genoemd is in de podcast als het Werftheater. Omdat het een Tryout Theater is ook. Het is een Tryout Theater. Het is een te gekke plek. Het zit midden in het centrum van Utrecht. Ja. in een in, in kelder. Ook al geweest. Ja. Uh, het bestaat al 45 jaar Iedereen heeft daar gespeeld. Ja. Dat is echt... Het is, in het is eigenlijk onder... Het is aan zo'n de, aan de kaai. Aan zo'n ja. zo zo ja. gracht. Ja, een, een werfkelder heet ja. het. De werf zit dan aan de gracht. Dus ja. het is zo'n zo half rond ding. Ja. Uh, qua vorm vergelijkbaar met, uh, met Roes in, uh, in ja. Gent. Die, ja. die hebben dat ook. Ja. Iedereen heeft daar gestaan. Alleen het ding, vooral waarom iedereen het noemt... Uh, is, uh, Het is ook een beschermd monument. Dus er mag niet in verbouwd worden. Dus de kleedkamer die zit daar achter het podium. Ja. Dus als je nog even naar het toilet moet, moet je door het dan moet je of door het publiek, maar dat wil je liever niet. Dus dan staat er een grote emmer achter in de kleedkamer met een laagje bleekmiddel, <laughs> waar iedereen op moet. Dus ook... Dat ga ik hier ook doen, heb ik nog nooit aan gedacht. Oh, maar, maar Maartje en Kiene bijvoorbeeld, het Nederlands cabaret die die dat ook. <laughs> Die speelde er en het wordt gerund door vrijwilligers. En dat zijn super lieve mensen allemaal. Maar die moest voor de... Nou ja, spoiler, luister de hele aflevering. Maar die moest voor de show echt gewoon heel nodig kakken. Ik dacht, ja, maar, en die helemaal. Die dacht, ja, ik ga niet en door het publiek en dan daar op de wc in dat piepkleine barretje zitten. Dus toch maar daar op die emmer. Maar vergeten omdat 's avonds nog even tegen zo'n vrijwilliger te zeggen van hé, hey, gooi dat ding even leeg. Dus die kwam de dag daarna nee. met schaamrood op de kaken en zei: "Hé, hey, hey, die emmer hier uh. oh, shit. Maar daar kwam ik wel binnen gisteren of eergisteren en die vrijwilliger ook. Is wat die zegt zo: "Ah oh, nee, leuk, want ik luister ook wel vaak uh, de podcast." En zo: "Oh ja, kut, dan uh, weet je dat jullie ook best wel vaak." Dat je, dat je vaak voorkomt. Maar het leuke is ook, dan zitten de mensen in de zaal en die, die luisteren ook de podcast. Dus die weten dat het wordt. En ik had ze ook gelokt van als jullie allemaal komen, dan laat ik de emmer zien. Ja ja. Dus ja, ik ja beide ja. avonden de, de, de heeft gewoon een kakemmer met een laagje bleekmiddel applaus gekregen dat, dat is een bijzonder moment <laughs> meest makkelijke applaus dit is de kakemmer <laughs> applaus wat dat is gaaf dat is echt gaaf ja nee ja, maar dat, dat krijg je wel dat mensen daardoor een beetje voorzichtig of zo gaan doen maar ja ik, ik, ik heb ook uh, in jouw podcast uh, mensen uh, uh, een iemand die ik dan beluisterd had en die, uh, daar had ik het al niet zo heel hoog op. We zullen het weer geen namen noemen. <laughs> omdat ik wil jou niet in discutient brengen. Maar ik luisterde. En die, die, benoemd, die zei dat hij nog nooit een slechte show had gehad. En dan, en dan denk ik van. Wat kom je dan in de podcast van Wouter Ballend ja, doen? Nou, maar dan, dan dat is inderdaad, dat vind ik een lastige. Want over het algemeen weet iedereen wel wat het concept is. Ja, sommige ja. mensen eh, hebben Fuck geen idee. Bert Visser heeft er een boek over geschreven. Bert Visser heeft er een boek over geschreven. Die is daarna ook. Dat was jammer, want die zat bij mij in de podcast. Dat was te gek. We hadden een paar verhalen in dat boek. En die waren zo goed dat ik dacht, zo, oh, maar ik wil, ik wil het gewoon ja, uit jouw ja, ja, mond ja, horen. Ja, 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 ja. Maar hij is ook wel een goede marketeerder. Dus hij werkte wel precies een beetje. Dus ik ja, ja. de verhalen die het met En Als niet je dat wil weten, dan moet je mijn <laughs> boek kopen, zo'n beetje een beetje ja. vibe. Ja. Maar hé, hey, geen. Uh, hij zat met dat boek bij op één een verschrikkelijke Nederlandse talkshow, uh, maar die vonden dat zo tof dat ik twee drie weken later zat ik er om over de podcast te praten, omdat ze dat ontdekt hadden. Zo, oh, we hebben nog meer dat soort verhalen. Ja, 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 ja. Um, maar er komen soms mensen en die hebben gewoon niet zo'n idee, maar die hebben alsnog meer dan ervaringen genoeg. En ik heb dus soms gasten en ik vind dat aan de ene, aan de ene kant heel uh, inspirerend, maar ook heel frustrerend als, als interviewer die ervaren shows gewoon niet als slechte show en die zeggen dus ik heb gewoon geen slechte shows gehad. Maar daar, of die nou ja, het kan, kan het, toch het niet? kan niet. Iedereen heeft slechte shows. Ja. En dat is ook het leuke en dat vind ik ook het toffe dat ook weet je de Joep van het hekken en Theo Maasen en Claudia de Breij. en noem maar op iedereen die geweest is en ook grote namen van hier weet je wel. Iedereen heeft kutshows gehad. Ja. Alleen er zijn mensen die hebben dat die ervaren het niet of die hebben wel of een kutshow. die hebben dat verdrongen. Of die. Of die ja. ja, ik weet niet hoe het werkt. Maar bijvoorbeeld. Uh, Dolf Janssen was er zo een. En die had ik vrij in het begin. Um, en die. Ja, die vertelde wel over slechte shows. Maar die, die haalde daar voor zichzelf heel erg uit. Zeg, Oké, okay, als ik weer in deze situatie kom. Wat doe ik dan anders? Of haalde daar toch de positieve lessen uit. Ja, ja. dat vind ik heel tof en inspirerend dat je ja, er zo ja. naar kan kijken en zo. Uh, Roue Verveer die had hetzelfde. Roue is super positief. Dus die had niks als, als, als negatief ervaren. Maar ik zat er was ook ja, maar dat... Maar, ja. maar oké, okay, misschien heb je het niet als negatief ervaren maar er is toch wel... dus ik het was, was wel, toch kut? Roue, die zei op een gegeven moment uh, zo heel terloops zo ik heb wel eens iemand gehad die een hartanval heeft gehad. Zo, ah, now we're talking. Oké. Okay, dat is dan nog een hele leuke avond geworden. Ja, maar, de, maar, maar de, en ik heb ook eens iemand gehad en die, die had allemaal verhalen en die eindigde dus. De begon, het was set op goed, weet je, we kwamen aan en het pand stond al in de fik ja. en, de, en de brandweer stond in de file, maar we moesten spelen. Dat je denkt, nou, dit wordt fantastisch. En het werd uiteindelijk toch een hele leuke avond. En er was iemand en die zat in een gezelschap. En die zei: Ja, ik heb de rest van het gezelschap beloofd dat ik het wel een beetje positief zou houden. Zei, ja, maar dat hoeft nou niet. Nee, nee. Het is, het is, er is helemaal geen Dat vind ik ook, dat is het hele ding van de podcast. Je komt alleen bij mij als je dit professioneel doet. En als je het punt van echte kutshows voorbij bent. Ja, dus ja. er is, er en dat is, geen is een schaamte. soort zelfrelativering. Uh, 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 want je hebt alleen maar. Je kunt alleen maar slechte shows hebben als je ook goede shows hebt. Precies. Anders zijn het allemaal shows. Ja, en... Dus als jij geen slechte shows hebt, dan heb je volgens mij ook niet echt alleen maar goede shows. Dat geloof ik niet. Nee, dat... dus dan is het allemaal heel gemiddeld. Zo werkt de wereld. Ja. Je kunt alleen maar een goede show hebben. Als vergelijking met een slechte show. Absoluut. Wat alles en, gaat en, en ook niemand is vanaf zijn eerste optreden nee. zo goed. Nee. Dat alles goed gaat. Tuurlijk zijn er mensen talentvoller van anderen. Zijn, zijn harder gegaan dan anderen. Maar dan nog kom je ergens een keer jezelf tegen. Of omdat het zo goed gaat. Dat je denkt ik kan alles. Ja. En dan ga je op je bek. Maar iedereen. Of je neemt... Maar een... ik geloof gewoon niet. Dat zelfs als ben je mega ervaren. Die tweede show, die eerste show die goed gaat. Die volgende show die gaat kut. Dat is bij iedereen zo. Ja, ja, ja. Ook al doe je dat al twintig jaar, dat is zo dat je, dat je die, die positieve vibe van die goede show. Dus in de try-out fase. Ja. Ja, ja, ja. In try-out fase, dat materiaal, dat ging als een malle. En die en dan ga je dat terug vertellen. Als je, je dat tegen het publiek wil. Wat, wat super mee was. Maar dit is een publiek wat helemaal niet weet dat het zo leuk was vorige keer. Precies. Die weten dat helemaal niet. Dus dat kan. Dus iedereen heeft dat. Ja. Alle mensen die je ken. Er zijn ook mensen die het, die het simpelweg gewoon verdrukken. Of waarvoor het heel lang geleden is. Ja. Want dat is ook wel. Ik, ik heb ook mensen gehad die gewoon echt. Weet je, echt grote namen. Ja, die hebben het voordeel... Ja. Uh, het publiek is bij mij heel eerlijk, zeg maar, als ze mij niet kennen. Ja. Maar zet daar uh, bijvoorbeeld een Alex... Uh, weet je, ja. die, die is niet geweest, maar, maar die, dat is wel iemand die dat zo heeft. Als die er gespeeld, denken mensen al... Oh, te gek, Alex Agnew. Dus Iedereen die staat, is heel blij dat je... Die staat andere... al 8-0 voor. Ja. Uh, en dan ook nog met zijn ervaring. Moet hij het wel heel kut doen, wil het echt heel slecht zijn. Maar... Waar, uh, waar ze voor een, voor een onbekende comedian zouden zeggen: nou, dat was een matige show. Is dat voor een bekende naam? Of nou Alexis of iemand anders. Vinden ze dat bij een bekende naam een goede show? Want ja. we, hebben een, we hebben een bekende gezien. Maar het omgekeerde zou ook waar moeten zijn: dat een professional zijn lat zo hoog moet stellen dat als het dat niet haalt, dat er eigenlijk een slechte show is. Ja. Als, jij, als, jij, als je als, je, als, je, als, je, als, je, als een echte grote naam, als het een, een middelmatige middel show is... 6 op 10, moet jij eigenlijk vinden dat dat 3 op 10 is? Ja. En ja. Toch? Eens. Sowieso vind ik dat er een onafhankelijk scoresysteem zou moeten zijn voor shows. Omdat ik soms mensen zie posten... Ik heb gerokt. Ik heb gerokt. Dat ik denk, hebben wij dezelfde definitie van rokken? <t> <heroin> nee, nee. Dat is iets wat ik, wat ik echt bijna nooit over mezelf zeg. En ik zie het jou regelmatig of ik... Ja, we ik hebben hoorde. hier al gehad... ...en je, je herkent die mensen ook... ...want toen kwam je hier wel veel... ...dat mensen dat inderdaad... ...van zichzelf zeiden... ...en dat je denkt van... ...ja, maar ik was er hè... ...het dak was er nog op... ...het dak was er niet af... ...het dak was er op... ...of... Het dak heeft ...ze, nooit ze er hebben vogen. je uitgelachen... ...uitlachen is niet met je grappen... Lachen. ...dat is echt hier al gebeurd. Oh, dat heb ik ook gezien... Ik heb één ik heb iemand gezien, er was ooit in een voorronde van de Culture Comedy Award, die bestond toen nog. Ja. En het publiek werd helemaal gek. Ja. Helemaal. En die jongen stond ook echt te stralen vanuit: het fantastisch. En ik stond er met Bob McLaren, die deed de regie toen van, ja, 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 eh, ja. van al die deelnemers. Ik zei. Hij heeft niet door waarom deze lach is. Hè? Hij zei: nee. he's got a fucking clue. He has got a fucking clue, mate. Nee. Nee, dat is zo. En dat, dat zie ik nog wel bij, bij beginners. Niet dat ze dan worden uitgelachen, maar dat je aan hun hoofd, dat die iets grappigs vertellen, maar ze weten zelf niet precies waar de grap nee. zit. En hopelijk vind je dat dan uiteindelijk. En kun je daar wel naartoe schrijven. En kun je wel zeggen, het is die nuance, het is niet dat woord waar jij denkt dat het is. Het is die nuance of het feit dat je na dat woord per ongeluk iets zei wat de, mop, wat de ja, grap ja, ja, werd. Ja, ja. Hopelijk vind je dat dan uiteindelijk als je terugluistert of terugkijkt, of weet ik van wat. Maar ik zie aan mensen hun hoofd. Oeieie, jij was verracht, jij was verwas, verrast waar de lach kwam. En dan weet je, dat wordt heel lastig reproduceren. Dan moet je dat echt goed onderzoeken, wat je gedaan hebt Ja, en Want dan ga je het nou ja, wat je net al zei: dan ga je het de volgende keer vertellen met de verwachting: daar komt de lach. Ja. Annie. En dan bleek oh, dat, dat. Ik heb ja. dat vorige week gehad. Dat was bizar. Ik was, ik was bezig voor dat avondshow setje. En ik had een paar veranderingen. Omdat ik dacht: Oh, dan heb ik de opening wat anders. Dus ja. ik had er wat dingen uitgehaald. En een grap die echt. Nou, en ik zeg dit niet vaak. Maar dit is een grap die echt gewoon alle keren dat ik hem de, de afgelopen jaren ja, ja. heb gedaan. Gewoon werkt. En ik open ermee. Nou, dus ik verwacht een lach. En gewoon niks. Nee. En toen stond ik echt even gewoon handje zand in de motor. Zo. Ah, oh, oké. Okay. zelf, uh, meer van En dat was geen om probleem. De, om, omdat ze die dingen ervoor, die hadden ze nodig dan. Of zo, die moppen, die grappen ervoor. Of dat het op een ander moment. Ja, ik denk de, het. De, ja tuurlijk. Het, 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 zal, het zal ongetwijfeld wel zijn. Het zijn niet alleen de grap Het is ook waar dat die grap komt. In, in, in je set of in je show ja, of in je bit Absoluut. Maar hij zit altijd heel erg aan het begin. En nu was gewoon de hele zaal zo. Nee. Dat was een raar moment. Dat was, ik was er echt niet meer gewend. <laughs> Natuurlijk heb ik vaker grappen die niet werken. Dat heeft iedereen. Maar, nee, maar één ding dat je die al vaak gedaan hebt, altijd wel. En dan een keer niet. Juist het zekerheidje dat je denkt, nou, daar beginnen we mee. Dus... Ja. Ik, eh, eh, want, want dat is wel. Er zijn ook mensen, zeker, zeker mensen die er niet zo lang mee zijn, maar ook mensen die wel lang mee zijn. Als je dan die eerste lach of die, die eerste zekerheid niet hebt, dan moet je ook jezelf terug eventjes opheppen. Ja. Want dit, dit, was wel, dit was echt letterlijk, nou, nog niet eens minuut 1, de eerste halve minuut. Ja, ja, en dan weet je, ja. ik moet er nog 11,5. Oké, okay, dan, ja, dan gaan we niet vanaf hier verder surfen op deze grap. Maar nee, dan moeten we het gewoon nee, echt weer... Surfplank terug weer even. In de branding, ja, terug op Ja, nu, nou, uh... terug in de branding, terug het strand op, opnieuw waksen. Schone wetshoed aan. <laughs> Bruine vlekken eruit spoelen. Ja, <laughs> Ja, dat is goed. Maar, het, maar dat, vind ik wel, dat vind ik ook het leuke. Want het, het leerzame was wel dat ik dacht... Ah, zie je wel, ik moet hier helemaal niet... Dit staat al. Ja. En het heeft helemaal geen nut om daar nog te proberen... zes woorden uit te halen. Gewoon zo laten staan. Dit is oké, okay. zo ja. speel je het. Dat is ja. prima. Focus maar op andere dingen. Dus dan... Dat is wat je daaruit leert eigenlijk. Ja, maar dat, maar dat is ook wel weer het met mensen die dus zeggen... ik heb geen slechte shows. Nee. Ja, als, als een show heel kut is, maar jij leert daarvan... Hoe je dat de volgende keer moet voorkomen. Ja. Of hoe je dat de volgende keer anders aan moet vliegen. Ja. Dan is het, is het geen slechte show. In die zin. Nee, dat dat een, leert, je leert dat meer van zijn. een mindere show dan van een goede show. Ja, en ja. Ik heb, in het begin heb ik dat echt uh, was dat echt uh, actief mijn ding. zeg maar... Als ik dan terugreed. Ja. Om dat te bedenken. Dus, Oké, okay, wat heb ik. Wat heb ik van deze show? Wat hebben we nu geleerd? Ja, wat hebben we nu geleerd? Want ja. zeker in het begin weer, oh man, weet je, echt gewoon een, een open mic in, in Mechelen. Ja. En daar woon ik nog in Amsterdam, hè. En gewoon voor acht ja, ja, minuutjes ja, ja, naar Mechelen rijden. Ja, ja, ja. Maar dan, dan moet je het wel, dan gaat het niet alleen maar op de grapjes. Want je gaat ook niet elke keer nieuwe grapjes. Want je hebt je setje en dan doe je gewoon elke keer. En ja. dan als het goed gaat, denk je, oh, nu is die goed. Ja. En je hebt geen idee wat je, wat je moet veranderen. Nee. Maar is het wel zo, ja, oké, okay, maar wat... Wat moet ik dan hier anders doen? Of dan merk je, oh, maar ik stel hier een vraag aan het publiek en er komt elke keer een bij de hand antwoord. Misschien moet ik de vraag niet stellen. Misschien moet ik er een gesloten vraag van stellen. Ja, van, van maken. Ja. En dan daar leer je ook wel van. Ja. Het, het, het is natuurlijk meer dan alleen maar gewoon een grap. Tuurlijk, ja, 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 100%. Hey, uh, je hebt veel, uh, uh, vond jij Belgisch publiek anders dan Nederlands publiek? Ja, ik vind het zo grappig. Daar gaat het in de podcast ook wel vaak over. Ja. En dan, het, ik vind het bijzonder. Want ik heb vaak Vlamingen die zeggen dat ze het leuker vinden om in Nederland te spelen. Omdat ja. er een, een langere cabaret-traditie is. Ja. En Nederlanders die het heel lastig vinden om in Vlaanderen te spelen. Ja. Ik heb altijd met heel veel plezier in Vlaanderen gespeeld. Ja. Ja. Omdat ik het Vlaams publiek vaak veel opener vind. Uh, uh, of beleefder. Als ze het niet leuk vinden, uh, over het algemeen begroeide plekken. is het gewoon, nou ja, dan, dan wachten we tot de volgende. Ja. Uh, maar ook wel. Uh, het vertrouwen in een organisatie. Als ze je niet kennen. Ja. Dat zeggen. Ah ja, de stad comedy op de poster. Ze hebben nu geboekt. Dan zal het wel goed zijn. Ah ja. En, en zo best wel onbevangen ja. erin gaan. En, dat, en ook niet. weet je, Het Nederlandse. In Nederland heb je. Het, het wordt gelukkig steeds minder. Maar toch best wel een beetje antipathie tegen stand-up comedy. Want het is makkelijk. En alleen maar ja, mensen ja, ja, uitschelden. Ja, ja. En poep en pies. En. Dat, dat vooroordeel is er in Vlaanderen niet. Nee. Weet je? dat is niet dat mensen denken na nou, zes minuten: Oh, maar wanneer komt er nou een, een liedje over de kindjes in de Sahel? Nee. nee, er is geen, er is wat dat betreft heel weinig verwachting naar, uh, naar dat maatschappelijk, inhoudelijke liedje, whatever. De ja. fuck, je, het, 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 het goede en het slechte tegelijk is dat je in België dat alles comedy is en dat Wim Helzen, Filip Geubels, Wouter de Pree en Alex Ench die comedy zijn. Ja. Dus dat is eigenlijk gewoon muziek. Ja, dus. Dat is, je hebt jazz en je hebt uh, metal en je hebt uh, popmuziek. Ja. En je hebt, en je hebt uh, ingewikkelde uh, uh, house. Ja. En, dat, en dat is allemaal muziek. En zo wordt comedy hier ook een beetje gezien. En dat is een voor- en een nadeel tegelijk. Ja, maar ik, ik zie er wel als voordeel. Kijk, tuurlijk is dat iets moet evalueren: dat mensen zeggen, oké, okay, maar ik hou dus meer van de stijl. Oké, okay, ik vind. Uh, Alex vind ik heel tof en Amelie vind ik heel tof en gewoon dat soort humor. Ja. En die gewoon. Uh, 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 ja. wat, wat harder misschien is het donkerder. Prima, dat vind ik leuk. Maar Wim Helsen, dat vind ik te raar. Dat snap ik niet. Terwijl ja. iemand anders zegt, ja, maar dat, dat vind ik heel tof. Liever juist dat maar, absurdisme van, van die gast en waar, dan minder dat. In Nederland één stijl er altijd uitgelicht is geweest. En iedereen altijd heeft gevonden, ja, maar die stijl, dat is de heilige graal. Alles naar ja. buiten. Ja, ja natuurlijk. Dat is de, in Nederland is het, ik ja, bedoel, het nulpunt is Toon Hermans. En dan heeft Freek de Jonge uh, dat eigenlijk uh, herformuleerd. Her 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 ja, oh, en ik... dan heeft Theo Baas en Hans Theo hebben het herformuleerd, her 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 denk ik, ik. Maar dat vind ik zo bizar. Waarom in Nederland dat er zo neer wordt gekeken op stand-up comedy. Terwijl ik denk, de beste shows van Freek zijn stand-up. Ja. En als die was begonnen in 1990 hadden we hem nooit horen zingen. Nee. Hoop ik. <laughs> uh, en Toon Herman. Maar dan ook stand-up comedy. Ja, dat is zo makkelijk. Het gaat helemaal nergens over. En dan daarna zeggen... Toon Hermans. Oh, fantastisch. Die hele zaal twee uur lang helemaal dubbel. En het ging nergens over. Ja, ja, ja. Hoor je nou wat je ja, zegt? Sidney ja. Klaas is gewoon de beste stand-up-comedy-bit die, we, ja, die absoluut. we daar hebben. Ja, dat is gewoon iemand die zegt wat hij stom vindt. Ken je dat, Sidney Klaas? Ik vind maar niks. Ik vind het een stomme man. Ja, dat is, is stand-up-comedy, hoor. En, 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 dat is een top-bit, hè. Dat en, zijn we de beste bits absoluut. ooit. En Joep in zijn beste shows. Wat is het leuk... Waar kent iedereen Joep van? Niet van de liedjes met de mooie arrangementen van nee. Ton Scherpenzeel. Nee, van de rants over over officiële wijven in de HEMA. Nee, dat hij Buckler uit de, uit de markt heeft gehaald. Dus uh, eh, het feit dat hij afsteekt op uh, alcoholvrij bier. Precies. En dat is, dat is voor mij is dat gewoon allemaal stand-up. 100%. Ja, we ja, helemaal akkoord. Nee, ah, ja, dat is inderdaad een soort uh, tijdschrift. Ik denk wel dat dat eerder de fans en de critici zijn. Ik denk dat iemand als uh, Joep, ik weet ik niet zo goed, maar iemand als Freek dat niet zo, niet zo ziet dat uh, 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 onderscheid of dat die het uh, e dat die ik bedoel die heeft ook die stand-up gedaan die heeft ook in zalen gewoon met een microfoon en ja alleen is het grappige die benoemt het niet zo want die die het is dat, uh, ik ken hem niet persoonlijk maar de keren dat ik hem daarover in interviews of zo heb horen spreken ja zit daar echt wel een, een flink de der richting stand-up in maar dat, dat, in, is, ik denk, dat ja, maar... is eerder naar een soort generaties denk ik ja, misschien. Ook wel. Dat is gewoon de oude generatie die het lastig vindt dat er een nieuwe generatie is. Ja, en hetzelfde heb je bij Brigitte Kaandorp en die is fantastisch in wat ze doet. Ja. En ze is de gast geweest, te gekke verhalen. Maar die, die heb ik ook in interviews echt wel neerbuigend gehoord over stand-up comedy. Die is doorgebroken op tv met Annelies van der Pies. Ja. ja. En, ze, sorry. en dan ga je klagen dat stand-up makkelijk is ja. en plat. Ja. Met het nummer, wat is er lekkerder dan kakken op een of andere enorm cabaret-gala? En dan, en dan ga je klagen dat stand-up makkelijk is? Nee, ja. Sorry. nee. Dat, dat... nee ja, dat vind ik raar. Dat en, raar. Weet je, dat is niet dat daarom. Want Annelies van de Pies is een super grappig nummer. Ja. Niet dat het daarom minder is. Nee. Maar. Nee, maar wat jij zei, dat, dat beginpunt is dat jongens. Ik vind wel dat de cabaret dat moet inhoud hebben. Toen Hermans is de allergrootste. Ho, 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 wacht, ho, halt. Als er bidden, iemand bidden, bidden, niks deed met, met maatschappijkritiek, nee. nou ja, je, je kan het erin zien. Het was iedereen's vriend. Want, want uh, Sint-Niklaas, die hele bit gaat over hoe, hoe slecht zijn Sinterklaas-vieringen vroeger thuis waren, ja. omdat ze geen geld hadden. Ja. Maar dus moet daar... je, dat is wel een tweede laag die wij eraan moeten toevoegen. Ja. Dat is niet iets wat hij eigenlijk bedoelt. Dat, dat is een tweede laag die wij toevoegen. Heel erg buiten, ja. ja. En dat, dat zie je hem ook. En dat is ook. Maar ik bedoel, ook binnen, binnen het cabaretlandschap is iemand als Bert Fischer. Daar werd op, daar werd op neer, nu godzijdank niet meer, ja. maar daar werd op om dat het nergens over ging. En die benoemde dat ook. Jongens, het gaat nergens over. We gaan gewoon een avondje lachen. Ja, blij mee. Precies. En, en op een fantastisch hoog niveau. Ja, en, en, en snel. En, ik bedoel, ongeëvenaard. 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 Ja. Dat is, ik, ik zeg het: Bert Fischer is de enige keer ooit dat ik in een zaal in mijn broek heb geplast. <laughs> Echt waar? Echt waar? Enige keer. En ik heb ja, honderden uren, duizenden uren comedy gezien. Bert Fischer is de enige mens die mij in mijn broek heeft toepassen. Oh, wat goed. Dat is gewoon waar. Dus die. Ik, we hebben ooit een tv-drietje met, met de Geubels. En dan gingen die mensen uh, de, uh, vervoeren. En er was één aflevering waar ik per se bij moest zijn. En dat was die met Bert Fischer. Ja, ja, ja. ja. Want dat, was, dat is gewoon. Ja, dat is. Dat, ja, dat is juist het talent om met niks. ...mij zo hard te laten lachen. Ja, ja, ja maar dat is nog veel knapper. Ja. Uh, dan, dan, nou ja, kijk, inhoud goed brengen is ook lastig. <laughs> ja, jawel. Nee, maar maak maar eens anderhalf uur over niks... ...die ja. anderhalf uur gewoon heel oh. goed is. Ja. En, en dan ook nog het knappen. Tien shows achter elkaar, eigenlijk volgens hetzelfde stramien. Bert Visser is ergens in zijn eentje op een rare op locatie... Wachten. En, en, ...en wacht op, <laughs> op redding. Op en Hij wacht op Godot. <laughs> en het is gewoon in een ander, steeds straffer decor. Want dat is ook zo. Je ziet ook die decor ook steeds. Ja, ja, ja. ja Bijzonder onwaarschijnlijk. Maar, maar ook daar is weer waar we het begin over hadden, over, over namen van shows. Het ja. is elke keer meer van hetzelfde. Ja. Maar hetzelfde is hartstikke goed. Ja. En het is, het is heel goed weten wat, wat je publiek wil, wat ze leuk vinden, wie je publiek is. Ja. En wie je zelf bent. Ja. En, en, en ik vind daarom, weet je, dat is absoluut niet minder dan iemand anders die zegt: Oké, okay, maar nu heb ik zo'n show gemaakt, nu maak ik een totaal andere show. Nee, nee. Dat nee, is nee. waanzinnig knap, euh, doe dat. Maar het is niet dat de een beter of moeilijker of nee. makkelijker is nee. dan de ander. Nee. Het is allebei. Nee, het is dus allebei, uh, 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 jezelf het uh, uh, meer van hetzelfde doet, moet je ook wel zorgen dat jezelf, dat, je, dat er meer is van hetzelfde. Ja, ja. Dat moet, ja. Dat moet je ook wel. Je kunt ook... En dat het, dat het meer is van hetzelfde. Maar wel toch zodanig anders dat het wel weer lekker is. Ja, ja. ja dat het, en dat je weer in je broekpissen naar buiten gaat. Ik heb ooit, toen ik, ik heb ooit in, uh, in uh, misschien heb ik dit ook al eens verteld. Oh, ja, dit zou ik inderdaad kunnen dat ik dit al eens verteld heb. In het uh, Beest, het uh, cultureel centrum, uh, centrumpje in Goes. Ja. Uh, uh, je hebt daar de mythe, wat genoemd is naar een voorstelling van Fred de Jong, want Fred de Jong heeft in Goes gewoond. Maar je hebt daar een kleine zaal, een kleine zaal, is het Beest. Ik denk niet dat die nog uh, comedy doen, maar die deden destijds uh, uh, korte. Ja, klopt, uh, ja, klein ja, podium. Kleine, ja, daar, daar heb ik daar, muziek en de, de muziek doen ze nog wel. Of ze nog theater doen, dat weet ik niet zo goed. Misschien wel, maakt niet uit. <laughs> ik, ga, ik ga naar uh, Martin Koolhoven, die komt daar ook altijd films voorstellen. Daar, ga, daar heb ik nog één ik, ik ga binnenkort terug. In ieder geval, ja. ik was daar. In, nou ja, eind jaren 80, begin jaren 90, 1991, zoiets. Ja. En dan dus speelde Bert Fischer daar. Dus dat was toen Bert Fischer nog niet nee. de grote Bert Fischer was. Eerste, tweede voorstelling, zoiets. Derde misschien, Max, de tweede waarschijnlijk. Donkey en shot uh, Don Geot. De... die, of, of uh, ja, ik denk dat het die was. Of, ik, ja. ik, ik, in ieder geval, dat was een uh, uh, vlakke vloer. Uh, en ik was uh, samen met uh, mijn maat Stan, wij waren de boys die dan de techniek hielpen. Ja. Dus er waren de vrijwilligers die er geen kloot van kenden... maar gewoon handen uit te bouwen. Uh, waar moeten we ophangen? Wat moesten we ja. doen? Uh, halfwege, dus halverwege die show valt het licht uit. Valt het, de elektriciteit uit. En ik realiseer me... dat is die ene, dat is zo'n enorme dikke stekker... dat is waarschijnlijk die ene stekker die niet helemaal goed vast zit. Dus ik kom van, van de tribune af over de, over de vlakke vloer... Achtervakkenvoer sta ik met mijn reet. Nog in een soort gordijntje. waar die, die stekker. Ja. allemaal zitten. Ik druk, ik druk die ste stekkers terug staan. en op dat moment gaat alle licht aan. en ik sta daar. als 18, 19. 18-jarige. <laughs> met mijn reet. Uh, uh, half op podium. Half, uh, met het licht aan. En, in, in, toen het juist donker geweest was. En, <laughs> en dat was een van de meest sedante. maar ook grappige. want ja, die konden natuurlijk. Ja, die deden er iets mee. Ja, die, daar gewoon, die dat was gewoon. Dat was, dat was uh, lachen. Ja, ja, ja. En dan ben ik uh, afgedropen. En, uh, oh, wat goed. Dat was in een voorstelling van Bert Vish. Ik zal het van mijn leven niet vergeten. Oh, wat grappig. Waarschijnlijk was het Stan die naar beneden is gelopen. <laughs> <laughs> dat is een beetje hetzelfde als die kale gast die kwam. Uh, <laughs> ja, ja, precies. Ja, snap je? Nee. Goed. Het is kwart over tien. We zijn al een kwartier bezig. <laughs> We zijn al een kwartier bezig. Het is altijd fijn om je te zien, man. Dankjewel. Leuk om er weer eens te zijn. En uh, mensen moeten allemaal... Uh, maar je hebt ook wel veel Belgische luisteraars, geloof ik, hè? Uh, ja, ik denk, denk 10% ongeveer van de luisteraars ja. is, is, is Vlaams. Ja, is bij mij ook wel ongeveer. Bij mij ook ongeveer 10%. Dus misschien moeten we een moeten we crossover uh, doen. De, uh, maar dus, uh, mensen moeten Elektra Podcast als je wil luisteren naar mensen die... Want je hebt ook wel veel Vlaamse comedians. Uh, ja, absoluut. Er zijn er al heel veel geweest. Uh, op elektrapodcast.nl kan je ook gewoon zoeken in het archief... Hij Want, maakt eventjes reclame. Dat ja, doe jij nee. ook zo goed. Ja, maar, maar je zegt, vind je dit leuk? En wil je nog meer? En wil je dit? En ik vergeet, ik doe dat dus nooit. Ik nee, maak nee, nooit ja, maar reclame. Dat, nee, maar dat, dat vind ik ook wel het toffe. Dat mensen luisteren natuurlijk voor bekende namen. Ja. Zo komen ze binnen. Ja. En uh, ik hoop dat ze dan ook doorluisteren. Dat op een gegeven moment denken ze, oké, okay, maar ja, die ken ik. Maar ik vind dit soort verhalen gewoon leuk. Deze ja. ken ik niet. Nu ja. ga ik ook deze persoon luisteren. Juist. En ik krijg dus ook regelmatig berichtjes. Of van luisteraars. Of van mensen die te gast zijn geweest. Dat mensen zeggen, oh, maar ik heb het geluisterd, ik kende die nog niet. Maar ik vond het hartstikke tof. Ja. Speellijst opgezocht en ik heb kaarten gekocht. Ja, dat is gaaf. En dat mensen dus nu ook ontdekken: oh, wacht even. Er zijn dus veel meer mensen actief dan die vijf of tien mensen de, die, die, die je altijd grote op de ja. En ja, dat, dat vind ik wel echt te gek. Maar de, ja, Xander uh, is opgenomen hier in de, in de kelder. was aflevering 9. Dat was een van de eerste. Ja, ja, ja. Uh, maar Amelie is geweest. Jasper Passon, Geubels, uh, Wim Hels. Jeroen Verdik heb ik langs ook. Jeroen uh, Verdik is geweest. Urbanus is geweest. Ja, ik heb zalig. laatst bij het Comedy Festival Geel uh, live opgenomen met Raf Koppens. Ja, ja. Uh, Henk Rijkaard komt nu dinsdag online. Oh, Thomas super. Smit, Beth Gabriels. Dus je hebt al wel... Ja, ik heb, ik heb nog steeds wel wat Vlamingen op mijn lijstje staan, hoor. Die, ja. die, 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 die moeten nog... Een zeker Agnew uh, hoorde ik daarnet. Uh. Uh, Alex, ja, die, heb ik, die heb ik in 2019, voordat ik begon met opnemen, gevraagd. Ja. Toen zei hij, ja, dat gaan we doen. En ik, ik stolk hem elk jaar een paar keer. Ja, uh, maar en de, hij weet hoe het is om een podcast te maken, want hij heeft er zelf ook uh, Precies, kleed, precies. Dus die, maar dat da, da, da da, da komt wel eens. Dat da, gaat gaat ooit wel een keer komen. Ja, ik heb, ik heb hetzelfde. Hè, maar dan, ik bedoel, ik heb de comedy... De comedy podcast. Maar ik heb ook die filmdingetjes. Ik ja. doe ook een paar keer per maand iets over film. En dan heb je ook inderdaad mensen die terugsturen. Hey, ik had van die film nog nooit gehoord. Die heb ik nu bekeken. Ja, ja, dat is te gek dat hoor. vind ik leuk. Dat ja. vind ik leuk dat je mensen uh, kunt inspireren. Ja, absoluut. Ik vind, ik vind het fantastisch. Ja, ik had, er was vandaag zo'n nerdbeurs in, in Gent. Er zijn, ik heb, er zijn meermaals mensen op me afgekomen... om te zeggen dat ze naar de podcast luisteren. Ja, dat is awkward als ik... Uh, maar dat is wel ook heel leuk. Dat is, ja, uh, die appreciatie is heel fijn. Ik ben uh, niet afgelopen jaar, met het jaar daarvoor... ben ik op Werchter herkend door mensen... die achter me stonden in de rij voor de bonnen... en die herkenden mij aan mijn stem ja, van de podcast. Ja, dat, dat was waanzin. Ja. Ja. Holy fuck, ik ben ja, ik ook al 250 raad. kilometer van huis... en je herkent me aan mijn stem. Aan je stem, de ja, Oké, okay. nou ja, tof. Uh, dank dat je wel. Graaf. Alright, lieve vriend. Uh, we maken er iets leuks van vanavond. En uh, tot, uh, tot snel. Tot de volgende.